Hij verloor ooit een keer in Zandvoort in 5 ronden van Gilbert Halley. Maar hoe dan ook, hij blijft voor eeuwig in de boeken staan als een voormalig Belgisch kampioen bij de profs. Die gedruktheid die heeft hij ook zeker nodig, deze Montaigne. U ziet dat direct afklemmen, ja. Het werd een klein beetje veroorzaakt door Elliot, maar Montaigne maakt er handig gebruik van. Hij is gewaarschuwd, 11 voortijdige zegens. Niet allemaal echte knockouts, maar toch wel een teken dat de Nigeriaan aardig wat stoom in zijn vuisten heeft. Als prof bokste hij 5 wedstrijden in Lagos, toen 1 in Griekenland, vervolgens 1 in Istanbul en vanaf vorig jaar juni bokst hij onder de banier van het team van Sauerland. De stal waar ook Orhan Delibas inmiddels een jaar actief is. Ja, dat is zeker geen bange man hoor, deze Montaigne. Die het boksen met de paplepel ingekregen van zijn vader Gilbert. Gilbert Montaigne uit de gloriedagen, beginjaren van Jean-Pierre Koopman. Gezworen kameraden. Hij neemt weinig risico's, Montaigne. Houdt zijn rechtse aardig omhoog. Om op tijd te kunnen reageren op die snelle linkse van Elliot. Zet een goede ronde neer, deze Elliot. Maar Montaigne zou ik toch niet echt de mindere willen noemen. Hij wacht wat af, kijkt de kat wat uit de boom. Ja, deze knieval is natuurlijk onreglementair. Vandaar dat wij verder gaan met ronde 2. Ja, Montaigne is de goede boksers nimmer uit de weg gegaan. Hij begreep ook wel dat in het buitenland meer te verdienen was dan thuis. Vandaar dat hij als tegenstander fungeerde van vele goede boksers. Wat denkt u van Godfrey Niankana? Dat was er natuurlijk wel thuis in zijn prachtige series om het Belgisch kampioenschap tegen Freddy de Meulenaren. Fungbo, Bellini, noem maar op. Hij maakte zich niet gemakkelijk na 10 nederlagen om tegen deze Elliot in de ring aan te treden. Kijk, de bewegingen zijn er nog wel, maar de vinnigheid in de slagen, die is in de loop der jaren toch wel wat minder geworden. Ja, hij staat er ook alweer bijna 10 jaar in de ring als prof. Ja, dat had Elliot wat chiquer kunnen oplossen. Onbegrijpelijk dat een man met zoveel fysieke kracht en bokskunde tegen het lichaam aangaat van Montaigne en dan eigenlijk toch een beetje in de problemen komt. Want hij blokkeert zijn eigen boksmethode. Kijk, die lange stoten moet hij hebben, maar niet van die wilde zwaaistoten. Daar heeft Montaigne ruimte genoeg om te ontwijken. En Elliot, hij stoot zijn linkse ook niet goed. Volledig uit. Mooi die rechtse van Montaigne. Hij heeft dat goed gezien. Dat Elliot een beetje te veel zelfverzekerdheid denkt dat hij dit wel even kan klaren. Ja, Vinnen, daar wen je snel aan hoor.
pas in zijn 9e partij. Mooie rechtse van Elliot. En dan moet ik eerlijk zeggen, mijn complimenten, Montaigne knippert niet eens. Na 8 voortijdige zegens moest hij voor de eerste keer een partij uitboksen. Goeie tweede ronde. Montaigne die verkoopt zijn huid hier absoluut duur. Rechts Darky Smith. Links op de achtergrond Danny Mancini. Beide strakke linkse. En nu ziet het, daar komt die mooie rechtse van Elliot erachteraan. Ronde 3. Niet vasthouden. Ja, we zullen Montaigne toch maar vergeven dat hij af en toe eens een klein beetje aan de handrem trekt. Ja, hij laat het initiatief absoluut niet aan de Nigeriaan, dat ziet u. Af en toe even prikken en dan doorkomen. Ja, dit is niet de eerste sporthal genoemd naar de voormalige wereldkampioen zwaargewicht. Die werd in juni 63 al ingewijd in Hamburg. Maar dit is natuurlijk een splinternieuwe sporttempel in het oostelijk stadsdeel van Berlijn. Genoemd naar Max Schmeling. Met zijn 92 nog still going strong. Dat is gevaarlijk. Montaigne probeert het even op halve afstand. Hij had er succes mee, maar Elliot, hij neemt over. Dat heeft hij ook een klein beetje nodig. Deze vanuit Oostenrijk boksende Nigeriaan. Montaigne. Echt veel gevaar voor Elliot schuilt daar niet in, want de voortijdige zegens bij Montaigne die zijn minim. Hij moet het van zijn handigheid in zijn bokskunde hebben. Zijn laatste overwinning, alweer enige tijd geleden, behaalde hij op toch ook zeker niet een van de minsten, Joseph Bakouche. Dame die in het boksende Vlaanderen toch zeker een goede klank hebben. Mooie linksrechtse van Montaigne. Ja, hij bokst hier een goede ronde. De Nigeriaan met weer een rechtse is wel de sterkere, maar hij zet hier tot nu toe een goede partij neer. Geen enkel probleem op het ogenblik voor Montaigne, die hier toch een mooie linkse moet pakken voor hij gaat kunnen counteren.